Mijn droom zou zijn dat gewoon in alle ontwikkelingsprogramma's dat het logisch wordt voor organisaties om rekening te houden met mensen met een beperking en toegang te bieden waar ze recht op hebben. Voor mij is inclusie heel belangrijk. Iedereen die in deze maatschappij wordt geboren, moeten we insluiten. Onze leden zijn actief in meer dan 70 landen wereldwijd. En als DCD hebben we ook sterke connectie met netwerken in de EU en bij de VN, zodat we ook op internationaal niveau het beleid inclusiever kunnen maken. Ik werk sinds een jaar of 20 binnen ontwikkelingssamenwerking en sinds 2007 ben ik lid van DCDD. Voor mij als professional is DCDD heel belangrijk omdat ik heel veel heb geleerd en heel bewust ben geworden hoe het is om met een beperking te leven in samenlevingen waar insluiting nog niet vanzelfsprekend is. Leave no one behind. Het mooiste moment dat ik heb meegemaakt met DCDD was toen het VN-verdrag Handicap werd geratificeerd door Nederland. In 2016, toen waren we als DCDD ook in New York. Minister Koenders was daar om het verdrag echt officieel te ratificeren bij de VN. Nou ja, na afloop van de ratificatie hebben we op het dak van de VN samen gevoetbald om dat moment ook echt te vieren. In 2019 heb ik in opdracht van DCDD een onderzoek gedaan over hoe inclusief de Nederlandse ontwikkelingssector is voor mensen met een beperking. In dat onderzoek zijn we erachter gekomen dat het besef dat we mensen met een beperking moeten bereiken is toegenomen, maar dat de daadwerkelijke implementatie helaas achterblijft. We zijn er ook achter gekomen dat minder dan 2% van de Nederlandse financiering in de ontwikkelingssector beschikbaar is voor mensen met een beperking. Om te zorgen dat inclusie ook echt werkelijkheid wordt, moeten we gewoon aan de slag met z'n allen. Organisaties die expertise hebben op handicap en inclusie, we moeten samenwerken met organisaties die expertise hebben op andere gebieden, zoals voedselzekerheid en onderwijs. Als we daadwerkelijk de belofte van leaving no one behind willen inlossen en de SDG's willen behalen, dan moeten we echt aan de bak. De verdragen die zijn nu op orde, maar nu de actie. En de actie, dat moeten niet op zichzelf staande NGO's doen, dat moeten we samen doen. Dat moeten samenwerkingsverbanden worden, daadwerkelijke samenwerkingsverbanden van NGO's die hun eigen regeringen helpen om ook deze groep in hun samenleving gelijke toegang te geven tot zorg en tot onderwijs en tot werkgelegenheid. Ik weet uit eigen ervaring dat je eigenlijk alles kan bereiken als je er gewoon de kans voor krijgt. Maakt niet uit of je een fysieke beperking hebt of een andere beperking. Het zou gewoon heel mooi zijn als alle mensen die een beperking hebben die kansen krijgen.